landelijke ophokplicht voor pluimvee vanwege uitbraak vogelgriep. Ook in Kleef is een besmet bedrijf iets dat ook de boeren in Groesbeek zorgen baart. Ophokplicht is voor commercieel gehouden pluimvee, nou dat is hier. En afschermplicht is bedoeld voor de hobbydieren, zeg maar. En verder in het nieuws vandaag. Nieuwe zorgbuurt Dekkerswald biedt oplossingen voor de sector. Museum Mediadroom stelt depot open voor publiek. Minister Femke Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft besloten om een landelijke ophok- en afschermplicht in te stellen. Dit besluit is genomen na een nieuwe risicobeoordeling van deskundige groep dierziekten, die het risico op vogelgriepuitbraken matig tot hoog inschatten. Onlangs is in het dorpje Putten vogelgriep vastgesteld, maar ook dichterbij, net over de Duitse grens in Kleef. Op basis van deze twee besmettingen en alle informatie over andere uitbraken binnen de Europese Unie is de kans op besmetting van een pluimveebedrijf in heel Nederland ingeschat als matig tot hoog, terwijl het eerst lager lag. Bij een pluimveebedrijf in Groesbeek komt het virus toch erg dichtbij. Nou ja, Kleef, dan komt het wel dichtbij inderdaad, want qua afstand is het denk ik ongeveer hemelsbreed. Misschien 12, 15 kilometer. En je weet, een virus kan zich redelijk goed verspreiden. De kippen die zitten nu nog binnen. Dus de kans dat ze echt in aanraking komen met vogelpoepje of zo is het op zich niet zo heel erg groot. Gutters heeft al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het virus niet op zijn bedrijf komt. Ik zeg al, zitten ze in principe binnen, dus ze hoeven niet terug. En voor de rest zorgen we er altijd voor dat mensen die echt in de stal komen, die moeten douchen. En dat doen we eigenlijk altijd al. Dus voor de rest hoeven we eigenlijk niet extra maatregelen te nemen. Ja, mocht het inderdaad onverhoopt binnenkomen en de kippetjes worden dan ziek, ja, dan zouden ze geruimd moeten worden. Bij de besmetting in Kleef gaat het om kalkoenen, waarbij de vogelgriep is vastgesteld. Volgens Schutter zijn deze vatbaarder dan kippen. Toch kan elke soort vogel de vogelgriep krijgen. Gutters doet daarom ook een oproep. Ophokplicht is voor commercieel gehouden pluimvee, nou dat is hier. En afschermplicht is bedoeld voor de hobbydieren, zeg maar. Dat ze toch inderdaad erg zitten waar ze geen rechtstreeks contact hebben met de buitenwereld. Ik roep eigenlijk ook wel de hobbymensen op, die hobbykippetjes hebben, om toch een klein beetje rekening mee te houden. Want als bij zo'n klein bedrijfje komt, dan kunnen wij ook goed last van krijgen, zeg maar. Wonen op Dekkerswald klinkt als de toekomst voor de woningbouw. Het project staat voor verschillende mensen samenbrengen in een zorgzame buurt en wonen in een natuurrijke omgeving. De nieuwe buurt is niet alleen een uitkomst voor het woningentekort, maar wellicht ook de thuiszorg. De projectontwikkelaars zijn nu nog bezig met de laatste puntjes en dan kan de bouw beginnen. Wonen in een natuurrijke omgeving waar mensen naar elkaar omkijken. Dat is waar Wonen op Dekkerswald voor staat. Deze nieuwe buurt in Groesbeek zou de toekomst kunnen zijn voor de woningenbouw. Doordat de bewoners naar elkaar omkijken, verlicht het de zorg en is er geen gevoel van eenzaamheid. De plannen van de bouw hiervoor zijn al in volle gang. Op dit moment is Dekkerswald eigenlijk een klassiek instellingenterrein. Dus er vindt heel veel wonen met zorg plaats. En wat wij willen doen is wonen zonder zorg toevoegen. Dus gewone mensen zoals jij en ik die ergens wonen in een wijk. En doordat we denken dat mensen elkaar leren kennen, ontmoeten, hier verbinding hebben met elkaar, dat ze ook bereid zijn om iets voor elkaar te doen. En wij denken voor de toekomst van de zorg, dat vooral voor de ouderenzorg, dat het heel belangrijk is om dit soort plekken te ontwikkelen. Zodat we wat meer omzien naar elkaar en misschien wat minder professionele zorg echt nodig hebben. We zijn nu heel druk bezig met een omgevingsplan. Dat wordt in januari, februari in de gemeenteraad ingebracht. En er komen dus appartementen, maar er komen ook verandawoningen. Er komen ook wat villa's, maar er komt dus een mix van woningen hier in de wijk. Er komen ongeveer in de loop van de jaren 400 woningen bij. Er wonen op dit moment al zo'n 600 mensen hier. Naast de verschillende woningen komen er ook faciliteiten voor de bewoners, als een moestuin en een beweegroute. Zo kunnen de bewoners die toe zijn aan sociale activiteiten ondersteuning vinden bij elkaar. Het stukje natuur is daarin erg belangrijk. Er zijn al heel veel mensen aanwezig die zorg kunnen verlenen. Dus we denken dat dat soort voorzieningen vooral juist meer gebruikt kunnen gaan worden.
En wat we toevoegen, denk ik, vooral in die natuur. Een moestuin, plekken van ontmoeting. Het met elkaar samen dingen doen voor de natuur. Dat gaan we, denk ik, aan voorzieningen vooral toevoegen. Er komt eigenlijk meer groen terug dan dat er nu is. En duurzaamheid is natuurlijk gewoon een maatschappelijk en een landelijk thema. Waar je gewoon ook aan, sowieso aan regels moet voldoen. Maar wat we hier ook heel erg belangrijk vinden. Wonen op Dekkerswald is een plek waar iedereen welkom is. Zolang je maar je steentje bijdraagt aan de buurt. Het is een mix van mensen. We willen echt gewoon jong en oud, arm en rijk, allemaal door elkaar heen in de wijk uitnodigen om te komen wonen. En dat is ook bewust omdat we denken dat het gewoon belangrijk is dat niet maar één doelgroep er is. Ja, het is wel de bedoeling als je in deze wijk komt wonen, dat je ook bewust bent van ik ga wonen in een wijk waar je naar elkaar omkijkt. Naar de mensen die in jouw straat of in jouw twee straten verder wonen. En wat kan je daaraan bijdragen? Ja, de planning is nu eind 2025, ik spiek even, begin 2026 alle omgevingsplannen rond te hebben en daarna te starten. Maar in deze trajecten kan het natuurlijk een tijdje duren. Er kunnen ook bezwaren komen of je komt iets onverwachts tegen, waardoor het ook vertraagd kan worden. Khalid Oubaha, de grootste horecaondernemer van Oost-Nederland, heeft zijn horecaketens weten te redden na 16 maanden onzekerheid en een schuldenlast van 17 miljoen euro. Dat meldt studentenmagazine Fox. Een akkoord met meer dan 200 schuldeisers is goedgekeurd door de rechtbank Gelderland, waardoor slechts een deel van de schulden wordt afgelost. Oubaha, die ook een groot deel van de horecazaken in de Nijmeegse Molenstraat bezit, reageert opgelucht en ziet dit als een kans om nieuwe ideeën te realiseren, zoals een wekelijkse variant van het Amsterdam Dance Event in Nijmegen. Hij prijst zijn bewindvoerder en diens team voor hun steun. Het succesvolle akkoord maakt zijn bedrijf weer levensvatbaar en motiveert hem om met energie naar de toekomst te kijken. Een auto is woensdagavond rond 7:30 in de vijver op het Keizer Karelplein in Nijmegen beland na een aanrijding. De bestuurder reed met hoge snelheid vanaf de Van Schaak-Matonsingel het drukke plein op, raakte daarbij een andere auto en kwam vervolgens in het water tot stilstand. Een medewerker van de gemeente laat weten dat de bestuurder vermoedelijk onwel is geworden. De inzittenden van de andere auto kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van het voertuig in de vijver is door ambulancepersoneel onderzocht. Over zijn toestand is nog niets bekend. De politie heeft het incident in onderzoek. Op de Tweede Oude Heeselaan en de Molenweg in Nijmegen wordt waarschijnlijk de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km per uur. Daarnaast wil het stadsbestuur een rotonde aanleggen op de kruising van de Molenweg met de Wolfkelseweg. De plannen volgen uit een onderzoek naar de gevaarlijkste wegen van de stad. Het Nijmeegse stadsbestuur is enthousiast over de plannen en wil ze combineren met geplande onderhoudswerkzaamheden in 2025 en 2026. Door de maatregelen tegelijkertijd uit te voeren, wordt de overlast beperkt en kan de veiligheid in het gebied snel worden verbeterd. Een mogelijke keerzijde van de maatregelen is dat bussen door de lagere snelheid iets langer onderweg kunnen zijn. Om de impact hiervan te minimaliseren, wordt overwogen drempels en andere obstakels die bussen vertragen, weg te halen. Het museum Mediadroom kent een ongelofelijke collectie aan mediarequisieten. Het museum en de bijbehorende winkel Tante Hanny zijn dan ook al 10 jaar een begrip in het Nijmeegse winkelcentrum Molenpoort. Om nog meer van de gigantische collectie te tonen, stelt het museum nu ook het depot open voor het publiek. Het is dé droom van elke Star Wars-fan. Een hele ruimte vol met alle requisieten en merchandise van de bekende filmreeks. Maar ook fans van Jurassic Park en de Ninja Turtles kunnen hun ogen uitkijken in het opengestelde depot van Museum Mediadroom. Het museum kent een gigantische collectie en het is natuurlijk zonde als niemand dit te zien krijgt. Nou, heel veel musea die hebben gigantische grote verzamelingen. En vaak staat de 9/10 in het depot opgesteld en niet toegankelijk voor het publiek. En steeds meer gaan ze zoeken naar een manier om toch iets groter gedeelte van de collectie te laten zien. Alleen dan is het niet in vitrinekastjes opgesteld, maar staat het vaak in stellingen of is het gewoon wat dichter op elkaar gepresenteerd. Zo ook hier in het open depot van het Nijmeegse Museum. Het depot wordt opengesteld vanwege het 10-jarig bestaan van Mediadroom in winkelcentrum Molenpoort. Alleen het winkelcentrum verdwijnt binnenkort. Maar dit betekent nog niet het einde van dit museum. Ja, dat wordt heel spannend. Over 1,5-2 jaar gaat de Molenpoort plat.
Wij zijn nu een compleet nieuw concept aan het ontwikkelen. We zijn ook aan het kijken of wij een groot popcultuurcentrum kunnen starten met meerdere ondernemers, misschien meer musea, misschien een horecagelegenheid erbij of een winkel die aansluit bij de popculture. En dat we iets unieks voor Europa en Nijmegen kunnen realiseren. Naast het openstellen van het depot heeft het museum ook nog een speciale collectie tentoongesteld. Ja, we hebben in onze collectie zelf een vrij grote verzameling van Walt Disney. Nu hebben wij van Monique, die is inmiddels overleden, maar die heeft 35 jaar lang alles van Donald Duck verzameld. Wij hebben met haar man afgesproken dat wij zorgen dat de collectie in ieder geval bij elkaar blijft, maar ook toegankelijk wordt voor het publiek. Dus we hebben ook sinds een week in onze etalage een groot gedeelte van haar verzameling staan. Het museum wil voorkomen dat zulke bijzondere verzamelingen verloren gaan. Ja, nou, dat zie je vaak bij verzamelingen. Mensen zijn er jaren heel intensief mee bezig. Maar dan komen ze te overlijden en dan verdwijnt het of naar een kringloopwinkel, of het valt uit elkaar, of het wordt weggedaan. Ja, wij vinden eigenlijk ook wel een soort roeping, een soort bejaardentehuis voor verzamelingen. En ja, het blijft dan in ieder geval voor het nageslacht bestaan. Het was weer een koude dag vandaag, maar die kou zal de komende dagen langzaam vertrekken. Vannacht krijgen we eerst nog met lichte vorst te maken en er kunnen enkele winterse buien vallen. Dat is meteen ook het beeld voor deze vrijdag. Het wordt een gure dag met veel buien, waarschijnlijk ook met natte sneeuw. Daarbij kan het ook glad zijn. De gevoelstemperatuur ligt op veel plekken zelfs onder het vriespunt. Zaterdag is een overgangsdag. Het begint nog koud en de zon kan zich nog even laten zien. Later op de dag blijft het bewolkt en wordt zachtere lucht aangevoerd. Gemiddeld wordt het zo'n 5 graden. In de avond kan het flinke tijd hard regenen. Op zondag stijgt de temperatuur flink. Het wordt waarschijnlijk zo'n 15 graden, waarmee het misschien wel de warmste 24 november ooit gaat worden. Veel regen valt er niet meer, maar de zon blijft ook afwezig. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 21 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je het programma De Streek in met een bezoek aan de belevenisboerderij Harmshoeve in Malden. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan.